Door hier te adverteren op Doesburg TV bereikt u 8000 Doesburgse kijkers per maand. Lisbeth Pietersen, exposeren in de Raadskelder. Hoe kom je daar zo bij? Nou, dat is natuurlijk een proces. Ja. Ik ben blij dat ik in de Raadskelder mag exposeren. Het is toch wel een gerenommeerde plek om je werk te hangen. Zo komen mensen vanuit heel Nederland of buitenland. En Lida heeft met mij, of de commissie wel, maar Lida heeft met mij contact gezocht met de vraag of ik wilde exposeren in een thema-expositie samen met Bas Brinkhorst. Oké, en je komt uit Doesburg, begrijp ik, of niet? Ik kom er heel vaak, ik woon er heel vlakbij, ik woon op de Witte Hemel. Oké, vandaar. Ja, de Witte Hemel in Drenthe. Nee, omdat ik namelijk in jouw schilderijen even herkenbare plekken zie. Dat klopt, het is, dit is echt een thema Doesburg en omgeving. Het is van de Hank, de Zumpen tot aan de Akker bij Horstink. Ja. Maar jij specialiseert je met name in landschappen, heb ik begrepen, maar ook paarden. Ja, hier wel. Ja. Normaal, ik doe alles. Een kunstenaar moet ook alles kunnen verbeelden met verschillende middelen. Alleen hier hang ik echt met mijn landschap en met dieren, want daar, dat is mijn oorsprong. Oké, maar wat voor schilderijen maak je nog meer? Mensen, pentekeningen, portretten, fotografie, iPhone art met graffiti, met mensen met een extreme gedragsproblematiek. Okay. Dus van alle markten thuis. En ik ben oorspronkelijk illustrator en schrijver. Oké, het is heel veelomvattend zogezegd. Maar hoe ben je dan de kunst ingegaan? Vanuit illustrator, schrijver, maar op een gegeven moment dan toch beeldende kunst? Ja, nou, goed, het tekenen heeft me altijd gelegen, omdat mijn ouders ook docenten waren aan scholen waarbij ze onder andere handarbeid deden tekenen. Ja, en mijn banaantjes voor het fruitbakje in de kleuterschool werden al betekend met allemaal poppetjes. Ja, en dat hebben ze eigenlijk altijd doorgedaan. En ik ben als kind, als tiener, door gaan illustreren, stripverhalen getekend, tijdens vergaderingen allerlei dingen moeten maken voor op scripties. En dan ga je zo door, je gaat artikeltjes schrijven als je in de puberteit zit, met name over emoties. En zodoende ga je dan door en dan op een gegeven moment komt het schilder weer in je leven. Goed, en op de Witte Hemel zijn we dat gaan ontwikkelen nou, en dan gaat het zo door. Ja. Nu zoek ik mijn leermeesters in de Noordelijke Academisch Klassiek. Klassiek academisch, want techniek is de basis. Ja. Kan je ervan leven? Dat wil ik niet. Het zou kunnen, maar ik heb nog meer dingen. Hè. Je kunt meer dingen als mens en dat is onder andere het werken met gedragsproblematische mensen, ondersteunen in werk. Maar daarnaast kun je tekenen, schilderen en daarnaast kun je muziek maken en dus meerdere facetten. Het mooie van kunst is als je er niet van leeft, werk wel in opdracht, maar als je er niet van leeft kun je maken wat je wil op het moment dat je hoofd erin staat. Dan heb je ook geen deadline en dergelijke die je moet afhebben. Nee, dan niet. Dan kun je, goed voor Lida, ik weet dat ze, welke plekken ze hebben en als je 7 schilderijen die gewoon nieuw zijn of betrekkelijk nieuw, ze die moet vullen, daar gaat van een tijd denkwerk overheen zitten. Sebastiaan, we staan hier naast een paard in de Raadskelder. Dat gebeurt niet vaak dat er een paard in de Raadskelder staat. Niet. Hoe komt dat? Ik heb hem hier neergezet, op verzoek van. Ja. Ja. Wat een fantastisch mooi paard. Hoe maak je zoiets? Ik begin met, ik krijg eerst de opdracht uiteraard. Ja. En dan begin ik met het lassen van een frame. En op het frame maak ik de dikke gedeeltes, die vul ik op met piepschuim. Ja. En daarna gaat er ijzerdraad en gaas omheen. En dan begin ik te boetseren. Met klei? Boetseerwas. Met boetseerwas? Ja. Ik maak, want het is in brons gegoten, heb ik begrepen, of niet? Dat klopt, ja. Ja. En ik maak eerst een mix van gietwas en boetseerwas, wat ik zelf prettig vind om mee te werken. Ja. Dat breng ik aan met gewoon mijn grote spatels en dan heb ik de grove vorm. En van daaruit ga ik eigenlijk terug beeld houden in het materiaal. En de details die boetseer ik. Dus ik heb een relatieve vrijheid natuurlijk om fouten te maken en weer opnieuw te beginnen. Dat is wel fijn van dit materiaal. Goed, dan op een gegeven moment moet het gegoten worden. Klopt, en dan gaat rechtstreeks in de was. Ja, ik heb helemaal geen verstand van hoor. Ik ga dan de boetseren, zeg maar, dit is een portret. Ja. Ik boetseer het dan en ik ga uiteraard met de opdrachtgever overleggen of het voldoet aan de wensen. En of het inderdaad hun dier is, want dat is natuurlijk het streven. En als ze zich daarin kunnen vinden of als het gewoon helemaal klopt, dan ga ik mee naar de bronschieter. En die maakt een reproductiemal op. En in die reproductiemal wordt een nieuw wasmodel gecreëerd en die wordt in een gietmal geplaatst, uitgestookt en volgegoten met brons. En dat wordt dan afgewerkt. Maar in vogelvlucht is dit. Ja. Want het nabewerken is natuurlijk ook een nodige. Nabewerken hebben we hier niet veel hoeven doen. Hij is ook vrij puur van de structuur, zeg maar. En ook van de patine. En dat is natuurlijk ook, als je een goede gieter hebt, dan
Nou zei je tegen mij dat je het in opdracht gemaakt hebt, maar hoe komt het zo dat hij hier komt? Heb je hem even mogen lenen? Ik heb van deze een tweede gietsel mogen maken om, voor promotiedoeleinden, zeg maar. Dus ik mag hem niet verkopen. Hij staat hier puur om reclame te maken voor mij en hopen dat mensen op basis van dit een opdracht geven. Dus ik heb geluk dat ik de opdrachtgever zover heb kunnen krijgen die dat, en daar toestemming voor heeft gekregen. Nou, maak jij meer beelden, want het is niet alleen paard. Hè. Je hebt ook een fantastisch mooie stier gemaakt. Ik zie ook wat kleinere objecten. Hoe ben je zo tot jouw werk gekomen? Ik heb... Het zit uiteindelijk in je. Dus, en dat moet op een gegeven moment moet dat er toch uit. Ik heb lang op een melkveebedrijf gelopen. En ja, daar zit de liefde voor de koeien en voor de stieren. Is daar ook wel... aangewakkerd. Dus die passie is er wel. En uiteindelijk, ja, dieren ligt er wel heel dicht bij me. Maar ik ben wel met mensfiguren bezig. Er een klein voorbeeldje van staat hier. Dus ik wil wel breder gaan trekken. Maar in eerste instantie, ja, je blijkt wel, als je start in de dieren, volg ook de opdrachten in de dieren. En mijn hart ligt er ook wel. Dus maar je blijft jezelf ontwikkelen met allerlei nieuwe vormen, zogezegd. Ja, absoluut. Ik ben bijvoorbeeld ook nu thuis mijn eigen hond aan het maken. En die maak ik ook levensgroot, om te kijken of ik... Het grote voordeel is dat je hem niet uit hoeft te laten. Nee, dat klopt, ja. Dat klopt. Ja. Dat blijft gewoon rustig staan altijd. Okay. Ja. Kan je ervan leven? Ik kan er niet van leven. Nee. Ik heb geluk met... Een bijbaan of een bij... Nou ja, ik werkte eerder part-time, totdat ik vader werd, zeg maar. En toen hebben we besloten dat ik thuis bleef. Het moment dat mijn zoontje naar school is, kan ik in mijn atelier in de gang. En mijn vriendin is kostwinner. Hoe vind je het om hier te exposeren, de Raaskelder? Ik vind het prachtig. Ja, het is een mooie locatie. Het is een leuke combinatie met het werk van Lisbeth. En ik denk dat het goed werkt, ja. Heb je al veel reacties gekregen? Het is de tweede dag dat het open is. Ik heb zelf nog niet zo heel veel. Ik ben nu de eerste middag hier. Dus ik heb nog niet zo heel veel meegekregen. Maar wat ik tot nu toe gehoord heb, is het wel heel enthousiast. Ja. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Ook u kunt adverteren op Doesburg TV. Gemiddeld 8000 bezoekers per maand.